zoals jullie zien zijn we momenteel niet mijn loopevenement aan het filmen, maar voor de fysiopraktijk Dannenburg, waar ik sinds een aantal weken fysiotherapie heb. Helaas eind mei alweer geblesseerd geraakt tijdens een trailloop. Dan kon mijn enkelbanden niet heel erg goed tegen, mijn pees in mijn enkel ook niet. De zomervakantie eigenlijk een beetje doorgelopen. Misschien niet heel verstandig geweest, dus nu fysiotherapie. Aan het begin zijn we gestart, omdat mijn enkel toch nog behoorlijk dik was. Met een warm-koud behandeling. Eerst warm maken, stukje fietsen. Daarna wat bewegen om het vocht kwijt te raken. En daarna heel erg koelen, intapen. En dat een paar keer in de week. Momenteel begin ik met een stuk fietsen. Daarna allerlei oefeningen om mijn enkelbanden te versterken. En afsluitend sinds vrijdag een heel klein stukje hardlopen op de loopband. Als jullie begrijpen, ik sta een aantal maanden stil. Het voelt als we weer helemaal opnieuw moeten beginnen. De 10 minuten hardlopen op de loopband gingen redelijk moeizaam. Ook al was het 45 seconden wandelen en 15 seconden hardlopen. Dus de 111 kilometer volgend jaar gaat hem zeer waarschijnlijk niet worden. Maar ja, het doel was niet per se de 111 kilometer, maar gezond, fit en een ultraloper te worden. En dat plan staat nog steeds overeind. Het is natuurlijk niet leuk om niet te kunnen lopen. Het doet me zelfs redelijk pijn als ik mensen langs de weg zie hardlopen. Dan denk ik, oeh, dat wil ik ook. Ik heb ook een aantal hele leuke lopen af moeten zeggen. Onder andere de Wissen Trail. En binnenkort zou ik de Letje Trail gaan lopen door de Ardennen heen. Had er ontzettend veel zin in. 80 kilometer, lekker door de natuur. Helaas, mijn startnummer van de week moeten verkopen. Maar het komt wel weer. Mijn planning is de komende periode weer fit te worden. Veel te gaan fietsen om een conditie op peil te krijgen. En dan begin maart is de IJsseltrail weer hier in IJsselstein. Staan we nu ook. Ook vorig jaar meegedaan. Leuk filmpje gemaakt en ga dan zeker weer volgend jaar lopen. De afgelopen periode heb ik me toegelicht op mijn gezonde voeding. Dat was een ander doel, gezonde eten, fit worden. Met alleen hardlopen word je niet fit, val je niet af. Daar is meer voor nodig, dus bezig geweest met gezonde voeding. Zoals jullie misschien zien, als jullie het vorige filmpje terugkijken, ben ik bijna 20 kilo kwijt. Er moeten nog een aantal kilo's af en dat gaat zeker goed komen. In mijn volgende filmpje zien jullie daar meer over.